directie MMC. Vandaag zijn wij hier, een gebaar namens een Nigeriaan. We kennen allen, wijlen, Kali, omrozing, die kort terug heen is gegaan. Zijn Matti, Tomfutu staat hier. Meneer Tassera Hirasing. Hij zal namens wijlen, Kali, omrozing en vrienden van hem een gebaar doen naar het medisch team, naar de directie, medisch directieteam van MMC. Het gaat in het bijzonder naar handsanitizers en wat andere middelen. Ik wil Hirasing, weer bekend als Kassera, vragen om symbolisch 1 gallon sanitizer over te dragen aan de medisch directeur. Heren. Gebaar namens Nigerianen, meneer Mahabir. Ada, mijn opa, dokter Mahabir. Ik zal even de mondmasker afdoen, praat misschien makkelijker als we afstand houden. Ja. Maar jullie weten allemaal wat ik vanaf Nederland doe voor Suriname in de algemene zin, maar ook voor de kering. Ik heb 2 dagen geleden een beroep gedaan op vrienden en nu. Ga je dat zien? En, dames en heren, het beroep was, het ziekenhuis heeft jullie hulp hard nodig. Doe wat, en niet alleen van Nederland. Ik moet zeggen, ik ben bijzonder blij te zien dat jullie binnen 2 dagen al zoveel met elkaar verzameld hebben. En mijn oproep aan de rest van de Nigerianen, alsjeblieft, schenk aan directie, we weten de raad mee, wordt goed verdeeld. We hebben ze hard nodig. Zonder de donaties komen wij in het ziekenhuis niet uit. Er is weinig geld in het land. De nood is hoog. Bovendien, we raken overal over stroom. De mensen kunnen niet produceren, hebben het moeilijk. Maar schenk voor het ziekenhuis. En hiermee kunnen wij gewoon levens redden. En ik wil nog een keer een woord van dank richten aan de mensen die gesproken hebben. Goed voorbeeld te volgen. Mijn hartelijk dank. En nog een deze SRD om water te pompen. Kijk, toch 1000 SRD water te koop, wat wil nog meer hebben? Dankjewel, namens u en heren. Meneer Jaglal, aan u de vraag. Wat heeft ziekenhuis op dit moment acuut nodig vanuit de gemeenschap van Nikeri, meneer Jaglal? Wat we op dit moment acuut nodig hebben, is een handtowel. Stafet bedoelt u? Ja, stafet, handtowel hebben we nodig. We hadden alcohol nodig, dat hebben we net gehad. Ja. En manometer, die kunnen we nog gebruiken. Hier nog een deze. Zuurstofcilinder. Zuurstofcilinder hebben we nodig. Ja, als we deze dingen krijgen, kunnen we nog doen. Geweldig, dus hij heeft al gegeven 1000 voor water. Voor die towel krijgt u dan. Voor die towel. Want het heengaan van omrozing, bekend bij u. Ja. Heeft deze jonge man echt getroffen en we willen geen tweede omrozing meer hebben. Geweldig. Wij willen ook dat niet. Ja. Dokter Abboud, misschien wilt u nog wat toevoegen? Hartelijk dank voor deze testen. Hartelijk dank aan dokter Mahathir dat hij beroep heeft gedaan op de gemeenschap, de Nigeriaanse gemeenschap. Als arts het doet je hart pijn om iemand te zien overlijden. Iemand te zien snakken naar adem, ondanks maximale ondersteuning van zuurstof. Dat is gebeurd met velen zijn overleden aan COVID. Maar nogmaals, hartelijk dank voor de donaties. Ja, nog een deze, die broeder en verpleegkundige wat ze moeten doen om wat voor zeer versnapeling. Soft versnapeling te komen. Nog een deze. Ja, nog een deze daar. Namens mij en namens Lange. Meneer Ganga Anouk, meneer Hirasi, jullie moeten veelvuldig komen. Nee, we zijn aanwezig. Het is gewoon een grap, maar we stellen het geweldig voor de Nigerianen. Voor en door Nigeria. Ik wil nog wat kwijt. De donaties zijn welkom. We kunnen dit heel goed gebruiken. Maar door de donaties alleen kunnen we de corona niet stoppen. De corona moet gestopt worden bij de individu zelf. Wij moeten onze COVID-maatregelen afnemen. Als we dat goed doen, hoe de patiënt niet te belangen. We hebben deze stel ook niet meer nodig.
Dus een beroep via uw medium naar de bevolking toe om het COVID maatregelen in acht te nemen en zich zo snel mogelijk te laten vaccineren. Begrepen.